De organisatie NAX heeft donderdag een lezing georganiseerd met als thema Wie brachten de eerste rijstkorrels naar Suriname? De inleider dominee Edgar Loswijk haalde aan dat er diverse verhalen bestaan over de komst van de eerste rijstkorrels naar Suriname. Hij vertelde dat de tot slaaf gemaakten en hun nakomelingen jarenlang aan rijstbouw hebben gedaan en hoe de rijst in die tijd werd verspreid. Loswijk zegt dat er vertellingen zijn die aangeven dat rijstkorrels in het haar van de vrouwen werd gevlochten en zo werden meegenomen naar andere plekken. Hij sprak over de Mapansa-traditie, die het begin was van de rijstbouw van de Saramakaners. Bij de Saramakaners is een zekere traditie bekend van Mapansa. En het verhaal gaat dat de moeder van Mapansa was Lucrezia Minna uit Afrika. En zij had een dochter verwekt bij een Joodse meneer genaamd Castillion. Maar u weet, de mensen werden verschrikkelijk slecht bejegend, behandeld. En deze dochter van mevrouw Minna, Mapansa, op een gegeven moment besluit zij te vluchten naar de bossen met de anderen op de plantage. En ze vlecht in haar haar, lang haar, die paddy korrels die ze meenam en daaruit zaaide. Jaarlijks hebben de Pansas aan de boven Suriname een feest dat ze vieren ter herinnering aan dit gebeuren. Dominee Loswijk haalde aan dat de rol van de tot slaaf gemaakten in de rijstbouw van onschatbare waarde is geweest. De rol van de tot slaaf gemaakten en de verbouw van rijst in Suriname, van de mensen die naar Suriname waren vervoerd, is van onschatbare waarde. Wiedeke zegt in zijn boek dat de mensen niet als leeghoofden hier kwamen, wat velen denken. Er waren smeden, timmerlui, landbouwers, militairen, ga zomaar door in hun midden. En deze mensen hebben hun bijdrage geleverd aan Suriname. Dominee Edgar Loswijk. Hij sprak gisteren in het NAX-centrum over de komst van de eerste rijstkorrels naar Suriname.